Kijk eens. Hey. Dit zie ik dus nu. En ik heb nog maar 2 streepjes over. Ja. Munt is nu alleen in de inbouw. Zonder rug. Ja. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 25 juli 2023. En het is nu 11 uur 20. Ja, hoe toevallig. Precies dat. Dus ja, ik ben nu lekker aan het lopen met mijn grote vriendin. Ja, met mijn grote vriendin. Echt wel. Ja, leed. Dus ja. En dat vindt ze wel even lekker om even lekker alleen te kunnen mogen lopen. Echt wel lekker met mij. Alleen. Helemaal geweldig. Echt wel. Maar wij moeten ook om 12 uur op een afspraak zijn. En daarna gaan we weer ergens anders naartoe. En daarna gaan we wat leuks doen. Maar ik weet niet of ik daar de camera voor mee kan en mag nemen. Dat weet, hè? Ja, dan moet ik die eerst om nog even gaan opladen. Hè, in de auto of zo. Ja, oh god. Dus de kleine neem ik ook dus mee, hoor ik nu net in mijn oortje. De kleine camera altijd wel zo handig en verstandig. Precies dat. Dus ja. Dus wij nemen jullie gewoon weer gezellig mee met onze dingen vandaag. En wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hé, leed. Lady. Kijk eens. Hey. Het is wel, en dit is dan wel weer een mooie intro stukje van Lady Zo. Lekker liggen in het gras. Lekker hè? Nou. Lady, kijk eens. Wil je koekie? Wil je zo meteen lekkers? Waar is papa? Ook niet, allemaal niet. Kijk eens. Lady, kijk eens. Nee, niet. Geen interesse. Goedemorgen. Hi. Hi.
Ja, dat is heel mooi, dat is fijn. Want waar loop jij nu? Dit zie ik dus nu. En ik heb nog maar 2 streepjes over. Ja. Dat heb ik al inmiddels gereden. Dit. Dagteller is dat. Dat is de hoeveel kilometers ik al heb gereden. En dat is dus, ja, nou ja, dat dus. Maar, doe maar uit. Ja. Echt wel. En ik ga wat anders doen. Ik sta weer zoals altijd weer bij pompje nummerootje 5. Dat betekent dat ik dus ga tanken. Ja, dat ik dus weer ga tanken, jongens. Dat is weer het gevalletje voor vandaag. Ja. Die. Pak ik die, dan pak ik die. En dan pak ik die. Ja, ja. En dan stop met tanken. Dan pompje nummer 5. En ga verder. En dan ook bevestigen. Jee, joepie de poppie. En dan pak je dus altijd deze. Dus niet de middelste, want die pak je dus rauw eigenlijk altijd. Die moet je helemaal niet hebben. Nee. Ik pak altijd dus deze, jongens. Deze. Oh, lekker deze. Dus we gaan hem erin doen. Yes. En dan gaan we tanken. €82, jongens. Ja. En hij zit weer is vol. En dan heb ik 42 cent korting. Ja. Munt is nu alleen in die inbouw. Zonder rood. Ja. Eens even kijken, want Rood had gevraagd of ik even wil kijken. Natuurlijk wil ik kijken. Dat is ook helemaal niet erg. Dan gaan we toch even samen kijken. Alleen, maar wel samen. Nou, er zit heel weinig in. Zoals ik het nu kan zien. Nou, nee, dit is niks. Vooral niet, maar ook voor mij niet. Randspeeselade. Die is niet eens afgeprijsd, dus. Nee. Kruiden, boten. Ja, ja, wel, ja, joh. Nee, dit is helemaal niks. Nee. Helemaal niks voor Rome, maar ook helemaal niks voor mij. Maar ik neem nog wel eventjes een. En een. Paprika. Een naturel chips mee. Dat neem ik wel even mee nog. Ja, ik wel. En weet je wat ik ook moet? Heel nodig naar een wc. Dat heb ik ook heel nodig. Maar ja, maakt niet uit. Ik neem wel even een zakje chips mee. Dat zeker. Ja. Wat nog meer? Gingen we eindigen. Dan zet ik eentje verder, eentje verder, eentje verder. Yes. Roderick heeft de verleden uitgelaten. Nadat hij eerst eventjes met de zusjes even naar het veldje is gegaan. Ook nog eerst uitgelaten en daarna naar het veldje. Want wij hebben hier in de wijk een nieuwe buurman met ook weer een hond, Tycho genaamd. En ja, dus toch wel weer even connectie, zeg maar. Dus dat is wel weer fijn. Dus, en daar hebben de zusjes ook even net lekker mee gespeeld. Ik ben nu net weer binnen. Het loopt nu tegen 11:30. Dus eigenlijk heel weinig gefilmd eigenlijk, ja. Dus ik weet het, maar dat beloof je morgen weer een hele leuke vlog te worden. Ja, echt wel. Dus ik zou zeggen, ben je nu al benieuwd naar het vlog van morgen? Ik zou zeggen, abonneer dan even heel snel hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje van omhoog en laat even een leuke reactie achter. Want dit is inderdaad een korte vlog, ik weet het. Maar dat maakt allemaal niet uit. Wij wensen jullie wel weer slaap lekker en mooie dromen. En graag weer tot morgen. Ciao.